geen wonder dat je graag schildert, hè? Schilderen is het mooiste wat er is. Ja. Probeer in de natuur vast te lengen. En dat lukt er wel erg goed, heb ik wel gezien, hè? Soms. Ja. Niet altijd. Je moet er veel in stemming zijn. Als je niet in stemming bent, dan... dan hoef je er niet aan te beginnen, want dan lukt het niet. Dan kun je goed uitlemmen als... Ja. Ik ben heel erg blij dat die hobby je aangepakt hebben. Het is een hobby begonnen. Het is nog een hobby. Maar... Ja. Als je dan soms eens een paar verkoopt, is het toch wel weer leuk. Hoe lang doe je, hè? Schat. Ik denk van een jaar of 6. Ik deed van een jaar of 4 dat Dirk overleden is. Maar er zijn al die van, je kunt normaal nog geen kwast vastgehouden. Hij duurde mijn schulden met allemaal zakkers. Ja. En later verwonderde zich al dat ik er op papier kreeg. Hij vond het zelf wel mooi. En doet nu verder nog met een paar andere dames of niet? Ik kreeg jongen les of hoe ging dat eigenlijk? Willem Vaas. Dat is onze leraar. Daar hebben we nu 3 jaar. We hebben nog 2 groepen. Ja, het is ontzettend duur gegroeid. Het is van een stuk of 10 is het nou, ik denk van ruim 20 gegaan. We hebben nu maandagsmorgens is er een groep. En dinsdagsmorgens is er een groep. En waar heet dat? In de camping de Blacknacht. Ja. Dus, oh, een leuke kantine. Het is wel dus lekker warm, kan er goed zitten. Ja, is heel goed. En wie schuldt er hier aan, Bio? Want je zit hier toch langs met andere dames, of niet? Met ons 4. Met Jenny Speld. En Janny Schonewille, Jo Boshoeven. En ik ben weer uit met ons 4. Dat is altijd heel gezellig. Echt een serieus schilderen. Maar ook serieus even hier die 12 minuten koffie drinken. En dan verder voor de rest, als iemand jarig is, dan die brengt een gebakje mee. Dat is heel gezellig. Wat schilder je hoofd eigenlijk? Bloemen. Bloemen is wel de hoofdzaak. Ik ben bang dat het me valt. Dat is nou ook weer niet de bedoeling. Heel mooi. Je kunt ze wel overal vinden hier, hè? De schilderijtjes en de bloemstukjes. Ik ben op 4 dinsdagsmorgens en schilder nogal. En we zaten maar niet met ons 4 vaker bij elkaar. En zodoende is het eigenlijk bloem bestaan. En ik had hier volle ruimte, geen kinderen. En een ontzettend goede belichting. Dus die vrouw die vindt het gezellig. Jenny Schoonen wel even verder, ik dacht dat ik zorg nog alleen ben weer schilderen. Dan komt Jenny en Joni. En vindt de omgeving ook heel mooi. Nou, en dan schilderen we soms wat van buiten, soms halen we een paar bloemen van plukken we op. En die schilderen we ook soms wel gewoon van een boeket op de tafel. Ligt er maar op. Hier, ik pas me toe bij je snee. Maar dat moesten we ook eerst allemaal nog leren, want dat was ontzettend moeilijk om die passepartouts te zien. Want ze moesten allemaal in dat schuine. Kijk, en als je hier iets inknipt, nou, dan is het al bedurven als de passepartout al gepakt. En één velletje passepartoutpapier kost wel even 40 gulden. Dus ik kan er hier denk ongeveer 2 uur snijden en dan valt de binsen, die valt er weer uit. En dan kan je er nog een kleinere passepartout van snijden met die grote. Het valt ontzettend tegen om die echt heel fijn in die hoekjes door te kringen.
Kijk, dan is het mooier dat het van onder breder is dan van boom. En de kanten zijn heel iets smaller als boom. Kijk, dan krijg je een heel ander effect ervan. Dan daar zit nog wel echt heel wat in, dat is om dat te leren eerst. Eigenlijk ben je zo'n ezel met olifant, hè? Kijk, zoals bij mijn vrouw kun je zo wel... Maar dat doe je gewoon op tafel? Ja, of op de, ik heb soms wel een gewoon bij je op de knie zet. Ja. Maar waar is dit nou, met water voor of? Nee, dit is met water. Aquarel noemen ze dat. Ja. Dat is een deftig woord voor olie. Veel water. Maar zet Tine er maar goed op, want de mensen er achterbleven. Tine wel graag, of niet? Zeker. Dat is niet een beeld vol. Zie je, we hebben manen met kersen die jongens. Die olie schuld er hier ook nog. En dan meen wie dat wat goed doet en dan zegt Paas van... Dan klopt er weer niks van. Dermetjes. Dat was niet naar mijn zin. Op Sjempel zitten de Adalia's. Hé? Die moeder had die kwal ook. Als de zon zou dat gewoon de olie was in Kuyen. Ja. En dan plukken ze kornbloem, plukken die moe. Dan zei die vader van, dat is jouw roet. Toen zei die moe, maar dat bloeibie, dat is er ook toegezet om te bloeien. Ik pluk hem. Kijk, en dat, die ziekte die heb ik ook. Dat vind ik zo schitterend mooi. Ja, maar komt ook wel zien, maar ja, voor hem. Ja. Dat willen we zo'n bieten nemen, goed. Ga je de bloem nu gewoon zetten naar model? Denk je van zo wil ik hem met hem staan? Ja, met een beetje een goede compositie. Oh, volgens mij is de compositie zo wel goed met Tino erachter. Oh nee? Ja, nee. Die bloempje is mooi om veel grond in. Knooi door en weer van elkaar. Kijk, ik kan niet zo lang staan met een ezel. Dus. Nog even op mijn stoel hangen. Kijk, nee, ik zet een stoel vuur. Oh ja. Nee, maar vindingrijk. Vindingrijk, hier dan. Kunnen we weer naar komen zo? Dat dacht ik. En nog een dat was de bedoeling hoor. Knieftige ezel zo. Oh ja, leuk. Terug naar Fokin en zondag met deur in het woord. Je hebt een begin, hè? Ja, het begin is er, maar de rest nog. In het begin dat lukt meestal wel maar. Maar je zet er eerst gewoon met potlood zijn erop, hè? Ja, een beetje afgeven. Iets een schetsje maken. Een knooi er zo verder over. Nee. Oh ja, sorry. Het is geen knooi, hè? Dat is belediging ben ik toch niet van daar, want ik ben amateur en ik blijf amateur. Dus. Dat is een hobby. Zo is dat. En wat je me daar zegt, vaas is voor Noordteken niet zo mooi, hè? Nee, nog een negelaar nog niet. Ja, maar dit soort fases niet, hè? Nee, maar nee. Dus, het is natuurlijk eigenlijk ook mooier, hè? En ik kan me natuurlijk nog wel veel meer vertellen. Nee, maar je kan straks ook gewoon zingen, want dat is me zo in de schaduw. Een bord. Een inspiratie. Ja. gewoon zitten zeg op mijn stoel zeggen, dat is eigenlijk zo. Oh, de wat erop. Ja. Kijk, als je dat aan het vaas vertelt, dan is het toch goed, ja? Oh, dat denk ik wel, ja. Vaas kan er nog iets nogal in denken, ja. Heb je het een hoofd voor mogen zetten? Ja, dat is goed. Een jobs gedoe. En toe te lengen. Maar je hebt ook een cursus van met elkaar, hè? Ja. Ja, gewoon nog. Ja, gooi je ook gewoon samen schilderen ergens? Ja, ja die lekker is. Ik weet niet, die camping. Ja. En door heel dan. Hoe ver doe je dan hier mooi in? Eén keer in de week. Spinters tenminste. Het is nu al verloren. De lange dan daar is iedere week. Nee. In Boskoop. Nee? Ik heb broers overspraken. Zijn nooit die broers was gezellig? Hij zegt, ik ben er helemaal niet geweest. Ik zeg, nou, je hebt toch al een stoel gezet. Hij zegt, ja, maar we moesten naar het westen en we moesten naar mijn moeder.
Ik zei, nou, en nu moet ik naar Rotterdam en ik zei, dus allemaal geldig excuus. Tussendoor een beetje koffie drinken. Inspiratie doen. Ga je ook schulden in pot? Nee, die zat maar in aan hebt. Mag je schulden wel niet? Ja, oh. Nee, er zit een drankje in. Oh. Ja. Dacht ik wel. Ja, ja. Je gaat niet te doen. Nee, zomaar. Hoe lang moet dat nu drukken, Jannie? Hoe lang moet dat nu drukken? Oh, dat is zo druk. Ja? Ja. Niet zo. Denderen. Zo. Zo, dan is het een fase dan. Ja, dat is een beetje. Ja, hier heb ik ook een maat. Ik heb een halve vans. Moet je hem steken in de doemdoor, zo deur tienen, of zo? Ja, echt minder. Oeh. Ik weet er niet vallen van, maar. Ik moet ook in de houding zitten. Zie ik mijn kont ook te veel achteruit? Nee, daar zie je me niet van. Daar zie je niet van. Je hebt een mooi pakje. Wat was dat, kruisbezen? Nee, dat moet uiten straks voorstellen, maar ja, goed. Ik ben net eigenlijk op het verkeerde moment. Oh ja. Maar ja, dat geeft niet.